Yo Vaco Gamers, Lars hier. Welkom bij een gloednieuw spel hier op Vaco Games, genaamd Call of Duty World at War. En ik kan nog niet eens mijn intro afmaken of ik word er weer neergemaaid. Hartstikke fijn. Dit is een gloednieuw spel wat ik hier op mijn kanaal ga spelen. Af en toe eens een keertje. Ik weet niet of het echt een vaste serie wordt. Dat zien we vanzelf wel aan de duimpjes die jullie achter gaan laten. Maar dit is een spel dat ik vroeger heel veel gespeeld heb met een vriend van mij. En nou heb ik een gloednieuwe computer gekocht. Dus ik dacht van, kom op, dat is zielig man. Dat is toch geen actie. Dus ik heb een nieuwe computer gekocht. Ik denk, we gaan gewoon dat oude spel weer eens installeren. Want dan kan ik hem eindelijk eens een keer draaien zoals die ooit eens bedoeld was, weet je. Wat is dat nou? Waarom gaat iedereen steeds om een hoekje staan? Ben ik nou de enige die zo dom is om te gaan lopen? Moet je misschien helemaal niet meer lopen? Is dat alleen maar iets dat ik van vroeger overgehouden heb of zo? Dat deden wij vroeger al, dat gingen we altijd lopen. Ah, come on, ik loop nou alweer een 4-0 dood. Ha, potverdorie, wat moeten die vacuum gamers wel niet van me denken? Dan heb ik net de hele tijd gezegd dat ik dit spel vroeger veel speelde en dan gaan ze alleen maar staan. Oh, kijk. Ah, Bouncing Betty, hallo. Komt er ook nog een tegenstander echt die aan het lopen is of zijn ze allemaal aan het staan tegenwoordig? Dat zou best wel laf zijn, want vroeger liepen ze gewoon. Hoi. Fuck, got him. X-ray vision? Nou, valt ook wel weer mee. Komt er eentje aan. Hallo. Ah. Dat was heel gemeen. Ik had hem bijna. Gewoon een granaat die kant op. Ha, vangen. Eat my name. Huh? Wie? I Joker. Geen idee wie het is, maar hij telt er mee. Dit is echt een Poolse server. Dus volgens mij heb je best kans dat er af en toe eens een of andere Pool erheen komt zetten. Volgens mij kunnen ze mij ook niet verstaan hoor, daar niet van. Maar het kan gebeuren dat er een Pooltje erheen komt zetten. En dat versta ik het natuurlijk niet. Misschien een van jullie die wel Pools spreekt. Ah, got him. You've been promoted. Dat is mooi. Private first class. Ik ben echt eerste klas private, hè. Ik had echt alles met dit spel, jongen. Ik had alle perks, alle rangen, alle wapens, echt van alles. En als je hem opnieuw installeert, dan gooit hij al je zooi weg. Die ik ooit verdiend heb. Allemaal weg. Gewoon kwijt, weet je wel. Dan denk je zo van, ha, got him. Heb ik er nog twee achter elkaar of niet? Nee. Ah, die andere pakte hem weer. Ik word gepakt door een van die anderen. Kom hier. Got you. Got you. Hoe kan dat nou? Oh, kom hier. Ga ik je nou pakken. Ha, alsnog. Haha, lutser. Oh, er zit er eentje om het hoekje natuurlijk. Woep. Vangen. Oh, daar. Ja, maar dat is gemeen. Ha, nou, mooi niet. Mooi niet, ha. Waarom gaan ze allemaal daar in het hoekje staan? Dat is geen goed plekje. Dat weet ik ondertussen wel dat je daar staat. Je moet even een beetje origineels bedenken, jongens. Hallo. Ga je dat ook doen? Echt niet, vriend. Dat vond ik geen leuk grapje. En als ik dingen geen leuke grapjes vind, dan mag het niet. Dat is een wet. Een wet in Vacoland. Als Vaconov geen dingen leuk vindt. Hallo. Ah! Stinkert! Komt hij er weer aan, hè? Komt hij. Vangen. Komt hij natuurlijk hier zo meteen. Ga ik hem alsnog pakken. Hahaha, gotje. Lutser. Dat is wel handig. Dan kan ik gewoon terugpakken wat ze mij net hebben aangedaan. Als jij nou eerst gaat, vriend, ga jij maar eerst. Goed zo, dan weet ik dat hij daar zit. En dan knal ik hem gewoon neer. Hey, kijk, dat is tactiek, hè. Dat is tactiek. Gewoon je tegen je medespeler opofferen. Waar zit hij nou? Hallo. Oh, katje bijna. Katje bijna stinkt. Hoeveel moeten we eigenlijk? Losing. Oh, we zijn heel wat aan het verliezen. Hoe lang moeten we nog? 14 minuten. Dat is best wel lang. En is er een hele grote kans dat mijn oortelefoon zo meteen uit gaat vallen. En zoals jullie misschien wel op mijn Twitter hebben gelezen. Als je me volgt op Twitter, kan je het trouwens doen. @Vacunov, moet je dan even volgen. Mijn koptelefoon, die heeft het begeven. In ieder geval bijna begeven. Ben je nou nog niet dood, joh? Zo. Maar die heeft het dus bijna begeven. En het stekkertje is bijna kapot. Dus de kans bestaat dat mijn koptelefoon eruit valt. En dat betekent ook dat mijn geluid het niet meer doet. En dat mijn opnames het niet meer doen. Maar dan kom ik gauw genoeg achter, want als mijn geluid uit mijn oren weg is. Hallo, stinkertje. Gotcha. Drie achter elkaar. Oh, nice. Kijk eens even. Lars doet het best goed. 14-14. 15-14. Gaat goed. Echt zo'n tijd geleden dat ik het spel gespeeld heb, jongens. Dat wil je niet weten. Wat zijn jullie allemaal aan het liggen? Je moet niet gaan liggen. Hé, wat doe je nou? Stinkert. Dat mag niet. Foei. Heb ik hem nou of niet? Zo, hupsakee. Dat gaan we. Fuck up Games is echt lekker bezig, jongens. Trouwens, als je me wil volgen op Twitter, dit is de naam die je moet volgen. Dat hele ding, Vacunov. Hoppakee, we zijn lekker bezig. Lekker bezig.
Ik denk dat het... Wat zal het geweest zijn? Ik denk een jaar geleden dat ik dit spel voor het laatst echt gespeeld heb. Nee, dat is niet waar trouwens. Ik heb het een tijdje geleden geprobeerd om op te nemen. Maar dat ging zo ontiegelijk traag. Wat? Zijn ze nou al mijn puntjes weer aan het afpakken? Dat is niet de bedoeling. Dat mag niet. Ik heb al die puntjes hard verdiend door eerlijke kills. En dan pakken ze hem allemaal weer af. Dat mag niet. Hoppa. Zit er nog eentje om het hoekje hier? Oh nee, toch niet. Het is een stuk steen. Kom dan. Aapjes. I'm gonna kill you. Kom dan. Kom maar door de deur heen. Jongens, dan kan ik er allemaal niet lezen, man. Hallo. Dan kan ik toch allemaal niet lezen. Hoppa. Gaat lekker zo, jongens. A. Ja, zou ik A zeggen. Zeg eens A. Zeg eens A. Ik kan ook gewoon hier wachten. Dat is ook een manier. Porlip, Ik zou niet weten wat dat betekent, maar ik ben het er helemaal mee eens. Oh, als zij nou daar gaan spannen, dan betekent dat dat zij daar aan komen. Hallo. Kijk, dat is mooi. Hé, we staan gewoon eerste. Haha, wat zijn we goed. Wat zijn we goed. Eer dat ik dat ooit nog mocht eens doen. Dat rijmt echt helemaal niet. En het hele liedje slaat nergens op. Waar zijn ze? Kom dan. Kom dan, Japanners. Hallo, dat is een Japanner. Thompson Marksman. Dat betekent waarschijnlijk dat ik een aantal mensen heb neergemaakt met dit wapen. You have been promoted. Dat vind ik ook best wel aardig van mezelf. Dat gewoon gepromoveerd wordt, midden in de strijd. Word je gewoon gepromoveerd. En we zijn wel aan het lozen. Dat is niet goed. Ik doe zo hard mijn best en dan gaan we alsnog aan het lozen. Hup, vangen. Eat my nade, zeggen we dan, hè. Huppakee. Geen idee of, of dat een mazzelkill was of gewoon skill van mij. Waarschijnlijk was mazzel, hè. Oeh. Ah, we zijn niet meer eerste. Dat is verboden. Regel nummer 1 van dit spel, las dat eerste. Altijd. Overal. Huppaka, kom dan. Waar zijn ze nou? Net zijn ze overal. Oh, daar. Hallo. Kom dan. Doe eens even dood, hé. Japanners, doe eens dood. Ik heb niks tegen Japanners, hè, trouwens. Ik heb helemaal niks tegen Japanners. Ik hou ontzettend van sushi. Dus ik heb niks tegen Japanners. Maar wel, ik heb wel wat tegen Japanners die mij doodschieten. Of brzoemt, heb ik ook wat tegen. Want die schoot mij dood. En dat is een wet, dat mag niet. Zat hij nou op het dak? Ja, daar. Hallo. Doe eens dood. Van je hoofd. Hoppa! Zo. Even herladen. Nee, niet R zeggen. Rrr. Dat is machinegeweergeluid. Dan zijn ze een beetje aan bang maken. Hop, dood, dood, dood. Nou ja. Ik heb in ieder geval een schot gewaagd, hè. Als er zo meteen iemand hem afmaakt, krijg ik er nog een paar puntjes. Omdat ik hem geholpen heb. Kijk, die is wel dood. En die is dood. En dan gooien we nog een granaat die kant op. Als er zo meteen eentje om de hoek komt, is die ook nog dood. Waarschijnlijk staat hij hier rechts in het hoekje. Hallo. Oh nee, niet eens. Niet eens. Jawel, hij ging de wilderder gaan staan. Haha. Maar ik zag hem. Ik kan hem in de jaten, jong. Kappaka. Goed bezig, Lash. Staan we eerste? We staan weer eerste. Ik ken aan die als private. Of wat? Nee, ik was corporal ondertussen, hè. Moet een beetje om mijn rang denken. Ondertussen weer corporal. Echt, ik ben zo blij dat ik dit spelletje weer eens een keer kan doen. Dat ik het ook gewoon kan uploaden op Faco Games. Zodat er dan ook nog mensen zijn die er naar kijken. Dat is helemaal mooi. Normaal gesproken deed ik het altijd in mijn eentje. Nou, wel met een vriend van mij natuurlijk. En probeerden we elkaar af te maken. Hallo. You've been promoted. Dat is al de derde keer. Zal de generaal blij met me zijn, zeg. Ongelooflijk. Als ze me die gewoon meteen generaal maken. Hoppa. Zeg eens. Ah, hij gaat ook hard die andere gozer. Maar ik heb veel minder doden. Ik heb weer veel minder vaak dood gegaan. Dus dan vind ik dat ik echt eerst... Oh, sorry. Sorry. Ik zag je niet. Dat wa... Ja. Moet ik 30 seconden wachten. Dat is niet lief. Ik schrok van je. Ik schrok alleen. En dan gaat hij allemaal natuurlijk op de eerste plek er vandoor. Ja, kijk eens even. Hup, die heeft er alweer 4 in liggen. Maar mijn score, of qua dodentaal aantal, is toch best netjes. Vind ik zelf. Vaco Gamers, ik vind echt dat ik goed bezig ben. En dat zeg ik niet vaak voor mezelf. Vooral niet met GTA en zo, maar met dit. Ja, ik vind dat ik het toch redelijk goed doe. Voor een noob die net weer begonnen is. Ja, heb ik toch best wel wat kudo's verdiend, vind ik zelf. Dat is wel een beetje... Ah, jij mag die trap niet op. Ik heb net die trap gepoetst, man. Denk jij dat je met je modderpoten er weer op mag lopen? Echt niet? Met je Japanse modderpoten. Oh. Ik smeer hem. Hallo. Kill bij teammate. Oh, dan moet hij lekker 30 seconden wachten. Lutser. Ik mag niet teamken. Dan wil ik ook een sorry van hem. Zeg sorry. Zeg sorry, anders ben ik boos op je. Hop. Wat, dat was een bouncing Betty, jongens. Auw. Waarom zegt die gast geen sorry? Wat een onbeleefde pol. Ik heb altijd geleerd dat Polen heel beleefd waren. Maar dat zijn ze dus blijkbaar niet. Dan ben ik een beetje teleurgesteld. Dan komt mijn score, die gaat er ook gigantisch aan.
Oh, dat was wel een spank, joh. Dat is best wel laf van mezelf. Sorry, ik zal het niet meer doen. Hoppa. Auw, weer zo'n bouncing bed. Ik heb dezelfde plek. Daar is een spreekwoord over, hè. Een ezel en een steen. En iets over stoten. Als je het spreekwoord kent, moet je het even in de comments zetten. Even een kleine overhoring. Een tussentijdse overhoring is dat. Zergens. Ah. Wat? Ja. Als ik niet spawn kill, dan mag hij het ook niet, hè. Hup, vangen. Whee. Eat my nate. Eat... Oh, dat was mijn kill. Stink het. Die is wel van mij. Hallo. Hoppa. Zergens nate. Zergens nate. Mijn granaat die komt eraan. Mijn granaat is harder dan een banaan. Dat is nou de tweede keer dat die gozer me vermoord, geloof ik. Of niet? Ja, toch? Dat is de tweede keer. Dan vind ik dat hij nou een extra lange straf moet krijgen. Een spanking op met billenkoeken zo, weet je wel. Moeten we nog 6 minuten? Oh, dat is lang, hé. Dat kan ik toch helemaal niet vol lullen, 6 minuten. Waar zullen we 6 minuten over gaan kletsen, jongens? Over deze boom? Kan ik die boom kapot schieten? Nee. Hup, kom hier. Hup, hup, ja, mooie afstand. Hoppa. Hoe vaak heb ik hoppa gezegd? 10 punten voor degene die telt hoe vaak ik hoppa gezegd heb in deze aflevering. Alle hoppa's tellen mee, oké? Als je dat doet, dan ben je echt een grote, grote diehard. Er zijn er ook echt mensen die dat gaan doen. 100% zeker dat er mensen zijn die dat gaan doen. En als ze dat doen, dan ga ik klappen voor ze. Ga ik echt voor ze klappen. Als ze dat durven en kunnen. Challenge completed! Wat nou weer? Backdraft? Wat is dat ook alweer? Wat is backdraft? Mensen, wat is backdraft? Ik ben in paniek. Ik weet niet meer wat backdraft is. Ik wist het vroeger allemaal. Hallo? Ja, helemaal van de andere kant met een Thompson. Doe me dat maar eens na, tegenstander. Dan zeg ik gewoon weer, eat my nate. Vangen. Gewoon lekker granaten spammen, weet je wel. Geen idee waar die dingen uitkomen, maar ja, toch weer raak. Huppatee. Hallo. Kuppa. Hou nou eens even op. Als die teamgenoten me nou eens even ophielden met mij neer te maaien en de tegenstander eens neer gingen maaien. Zoals het de bedoeling is, weet je wel. Hoe vaak ben ik nou al door een tegenstander of door een medestander neergeschoten? Dat was de derde of de vierde keer of zo, hè? Daar ben ik echt niet blij mee. Vangen! Denk ik het nou weer of niet? Nee. Denk het bijna zelf. Dat is best wel gemeen. Oh, dat was bijna de tegenstander. Denk het bijna zelf. Dan maakte ik mezelf toch aan schuldig, hè? Dat is niet netjes. Ik ben een hele nette soldaat. Ik schiet alleen op de tegenstander. Tegenstander! Waar zit jij? Oh, daar. Was dat een tegenstander of was dat een steen? Nee, dat is een steen. Ik moet niet op stenen schieten. Wel op hem. Hallo. Dat is wel fijn. Je mag hier trouwens geen martyrdom gebruiken. Dat is wel fijn. Voor degene die weer niet weet wat martyrdom is. Het zou kunnen dat die er zijn, die het niet weten. Dat is dat je een granaat dropt als je doodgaat. En dan loopt de tegenstander over je heen en dan ben je alsnog dood. Weet je wel, dus dat is een beetje extra naaiend. Kan je beter gewoon granaten spammen. Ha, heb je nog kans dat je iemand hem raakt. Zit hier een om het hoekje, hè? Oh nee, toch niet. Dat is mijn eigen teamgenoot. Dat betekent dat er daar eentje zit. Oh, kan hem bijna, joh. Kom hier. Stink het. Katja. Daar zit er ook nog een. Kom. Hoppa. Oh, die was gemeen. Ik wil sowieso die eerste plek hebben. Eerste potje. Dat ik dit weer doe. Eerste plek. Vind ik wel een goede deal. Dan maak ik ook meteen een beetje goede indruk op de Vaku Gamers. Dat is belangrijk, hè? Eerste indruk is belangrijk. Dus het is belangrijk dat jullie een goede eerste indruk van dit spel krijgen. Zodat jullie zeggen van, hé Lash, je mag nog wel eens een keer een potje van dit spel doen. Dat zou ik best wel leuk vinden. Ja, we staan weer eerste. Olé, 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 olé. Wij zijn de beste Amerikaan. Wij zijn de beste Amerikaan. Olé, olé. Dan gaan we zo meteen vieren met een hamburger. Een hele grote hamburger. Met spek en kaas en ham. Waarom noemen ze het eigenlijk een hamburger? Er zit helemaal geen ham in. Dat vind ik achteraf een beetje een misleidende naam. Hamburger. Waarom heet een hamburger en geen beefburger of zo? Omdat ze van varkens gemaakt worden of zo? Zou dat kunnen? Dat zou best wel kunnen eigenlijk. Waarom heet hamburgers hamburger, Vaku Gamers? Hey, dat is niet netjes. Auw! Ja! Hallo! Ja, maar dat is niet eerlijk. Hij is er vandoor gegaan en er zat iets op de muur. Ik ben alleen maar aan het opruimen. Hier word ik niet blij van.